Afgelopen zondag werd in Groesbeek het vernieuwde dorpshuis De Malle Molen officieel geopend. Met veel muziek van Groesbeekse artiesten. De opening werd verricht door het nieuwe bestuur onder toezicht van wethouder Erik Weijers. Niet met het doorknippen van de lint, maar door twee touwen aan elkaar te knopen. De handeling symboliseerde de binding van het dorpshuis met haar gebruikers, verenigingen en natuurlijk de inwoners van Groesbeek. Hierna volgde een avond met optredens van Groesbeekse artiesten. Het openingsfeest werd afgesloten door de band Coyote en de Roadrunners. Het nieuwe bestuur van Dorpshuis De Malle Molen was zeer tevreden over het verloop van de opening van het vernieuwde dorpshuis De Malle Molen. Simon Mama Hit, ook wel bekend als rapper Dizzy, is maandag benoemd tot de nieuwe stadsdichter van Nijmegen. De komende twee jaar zal hij dit ambt vervullen. Mama Hit treedt hiermee in de voetsporen van Heidi Koren, die vorige week afscheid nam als stadsdichter. Nijmegen heeft sinds 2005 een stadsdichter die poëzie dichter bij mensen brengt en Nijmegenaren op literaire wijze aan het denken zet door stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen in onze stad. In Nijmegen zijn de hulpdiensten zondagavond uitgerukt naar het Radboud UMC. Er was sprake van een zeer grote brand. Volgens een brandweerwoordvoerder ging het om een brand in een technische ruimte. Daar stonden onder meer accu's die later naar buiten zijn gebracht. De verdieping onder de brand werd ontruimd en uiteindelijk zijn er in totaal 31 patiënten en ongeveer 17 medewerkers van het ziekenhuis naar elders verhuisd. Het ziekenhuis kon zondagavond nog niet zeggen om welke afdeling het gaat. Er is niemand gewond geraakt en een woordvoerder laat weten dat er ook geen patiënten in gevaar zijn geweest. Eind vorige maand sprak SP jongeren in bij Provinciale Staten om aandacht te vragen voor hun nachtbussenpetitie. De petitie is bedoeld om de terugkeer van de nachtbus te promoten. De nachtbussen vielen weg tijdens de coronapandemie met de belofte dat ze terug zouden keren als het nachtleven weer bruisend zou zijn. Inmiddels, vier jaar later, is er nog steeds geen spoor te bekennen van de nachtbussen. De petitie staat inmiddels uit 826 handtekeningen, maar is nog lang niet uitgeteld. SP Jongeren zegt haar uiterste best te doen om de provincie haar belofte te laten nakomen. De 31-jarige man uit Wijchen, die in maart vorig jaar de 29-jarige Omar uit Nijmegen doodstak bij de Lentse Warande, is vrijdag door de rechter in Arnhem veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij zich na het uitzitten van zijn straf onder behandeling laten stellen. De verdachte zegt veel spijt hebben van zijn daad. De man uit Wijchen moet tot slot aan de ouders van het slachtoffer smartengeld betalen. Van in totaal 35.000 euro. Aan twee zussen moet de man ongeveer 1500 euro betalen voor de gemaakte uitvaartkosten. Ook moet de man 700 euro betalen aan de erfgenamen voor de kapotte kleding en de gestolen telefoon van het slachtoffer.